Het gerommel bij GroenLinks Tiel heeft geen invloed op de status van die partij tijdens de coalitieonderhandelingen in Tiel, zegt formateur Ed Goossens. Ik denk dat we getuige zijn geworden van het feit dat er een zetel minder in de coalitie zit. Door het vertrek van Unal Seuze. Nogmaals, als een interne aangelegenheid. Ik vind het altijd zelf spijtig op het moment dat dat gebeurt, ongeacht bij wie. Als je het hebt over versnippering, dat vind ik ook niet altijd even prettig. Maar dat is, op dit moment komt dat wel vaker voor in de politiek. Maar ik denk dat je dat zoveel mogelijk moet zien te voorkomen. Inmiddels heeft GroenLinks een externe wethouderskandidaat gevonden en gepresenteerd aan de onderhandelingstafel. Vooralsnog is de naam van deze persoon niet bekendgemaakt. We hebben even gewacht met dat direct naar buiten te brengen. Ook vanwege het feit dat de eerdere kandidaat die niet gekomen is, dat is gelekt in een vroegtijdig stadium. En dat wilden we nu voorkomen. Tiel gaat voor een coalitie tussen PvdA, PVDB, VVD, ProTiel en GroenLinks. We zijn nu op dit moment bezig met op hoofdlijnen aanschrijven aan een akkoord. Dat duurt nog even, want we zijn echt nog heel grofmazig bezig. Er vinden ook gesprekken op ambtelijk niveau op dit moment daarover plaats. En over wethouders, posities en portefeuilleverdeling, daar zijn we nog niet aan toe. Goossens verwacht het nieuwe coalitieakkoord begin juni te kunnen presenteren.